Breken de middelevenredigen. Wat zijn nu weer de middelevenredigen? Wel, we hebben de vier termen en we hebben die ook ingedeeld in twee grote groepen. Je hebt de uiterste termen en de middelste termen. En de middelste termen die waren B en C. Dat wil dus zeggen dat we die moeten gaan berekenen. Dat wil dus zeggen dat we als gegeven twee andere termen gaan krijgen. En die twee andere termen, dat zijn dus de eerste term en de vierde term. Bijvoorbeeld, als de opdracht is bereken de middelevenredigen van 3 en 3 vierde, dan wil dat dus zeggen dat die 3 de eerste term is en die 3 vierde de vierde term. Hoe begin je daar nu aan? Wel, we beginnen eerst met onze algemene verhouding op te schrijven. Sorry voor de vertraging. Dat wil dus zeggen 3 op, ja, die middelevenredige, die ken ik niet, dus ik noem die x. De andere middelevenredige, die ken ik ook niet, noem ik x. En de vierde evenredige is 3 vierde. We gaan opnieuw onze hoofdeigenschap toepassen. 3 maal 3 vierde is gelijk aan x maal x. Nu, hier is iets speciaals aan de hand. Ik zit daar met een x maal x. In ons linkerlid krijgen we 9 vierde en in ons rechterlid krijgen we x maal x, kunnen we korter schrijven als x kwadraat. Hoe moeten we nu weer zo'n vergelijking oplossen? Wel, iedere keer als je een bewerking naar het andere lid brengt, dan verandert uw bewerking. Een optelling wordt een aftrekking, die horen samen. Een vermenigvuldiging wordt een deling. En een tweede macht wordt een vierkantswortel. Dus, we gaan de vierkantswortel moeten berekenen van heel de breuk 9 vierde. En als je de vierkantswortel uitrekent van 9 vierde, dan kom je uit op 3 tweede. Dus x is 3 tweede. Het is nog niet gedaan, want in de opgave staat bereken de middelevenredigen meervoud. Wel, we gaan daar eens eventjes over nadenken. Als we nu op de plaats van die x 3 tweede invullen, dan krijgen we dus 3 tweede tot de tweede. Dat is gelijk aan 9 vierde. Oké, okay, dat is prima. Maar er is nog een getalletje dat we op de plaats van die 3 tweede kunnen invullen, zodat als we dat tot de tweede macht doen, 9 vierde krijgen. En de tweede mogelijkheid is min 3 tweede. Want min 3 tweede tot de tweede, dat komt eigenlijk van min 3 tweede maal min 3 tweede. En min maal min wordt plus. Dus de uitkomst hiervan is ook 9 vierde. Dus er zijn twee oplossingen. En die moet je dan alle twee noteren. Dus x is 3 tweede. Of x is min 3 tweede. Ja, dus als we dit vragen, moet jij eraan denken dat er altijd twee oplossingen zijn. Waarom zijn er twee oplossingen? Omdat je hier met een kwadraat zit. En hoe helpen wij jou? Door in de opgave niet berekende middelevenredigen te zetten, maar middelevenredigen. En als je goed leest, dan zal hopelijk jouw frank moeten vallen. Dit was hoe je de middelevenredigen van twee termen berekent.